Yo YouTubers, daar ben ik weer. En deze keer heb ik een bijzondere video voor jullie klaarstaan. Het is namelijk deel 1 uit mijn Cachen Diaries reeks. Cachen, Lac de Saint-Cachen, een water in Zuid-Frankrijk. Wat al jaren bekend is onder de karpervissers. Ik moest er zuidelijk een keer gaan vissen. Het is een magisch water. En ja, daar heb ik een zeer serieuze trip voor uitgetrokken. Ik ging liefst 8 weken op pad. In totaal heb ik er 7 video's gemaakt. Jullie gaan nu naar deel 1 kijken. Mijn route naar dit magische meer toe. Hopelijk worden jullie getriggerd om ook de andere video's te gaan kijken, want er gaat een hoop gebeuren en er komen bijzondere vissen in voorbij. Maar dan moet je even aanmelden op de KWO Community. Dan kun je alles kijken, net als tientallen andere video's. We gaan nu eerst maar genieten van deze video. Tot later. Yes! Wat een kanon. Zo, laatste sprint van de auto in, jongens. En dan gaan we gas erop. Het wordt een fantastische trip. Once in a lifetime. We gaan namelijk maar liefst bijna 5 weken naar Frankrijk. En we gaan naar een unieke locatie, dat stel ik jullie zo meteen onderweg wel. Mijn vriendin gaat mee, superleuk. Het enige is dat je gewoon de hele tijd zit te wachten. Ik zit hier al even klaar een tijdje. En is volgens mij nog met de haar bezig om erop, terwijl het 4 uur 's nachts is. Maar goed, maakt niet uit. Gas op die lolly. Zo te zien. Is Jos Benders er ook in zijn nieuwe AMG GT? Ik zou natuurlijk nooit zo'n auto willen hebben, want het was mijn zoon hier. Het was amper hierin, moet je kijken. Lekker vol. Maar goed, 500 kilometer gereden. Ongeveer nog 500 te gaan tot de eerste stop. Dan ga ik jullie uitleggen wat het plannetje wordt, jongens. Ja, jongens. Dat is denk ik wel uit het bekend terrein. Even een tussenstop op 1000 kilometer. We gaan nog een stuk verder naar het zuiden, maar even hier 2 dagen bij komen. En er zwemt hier 1 vis die ik nog zo graag wil vangen. Echt een target. Wel iets te ver van huis eigenlijk. Maar goed, dit is al de 4e keer hier dit jaar dat ik er ben. Dus ik ga nu een andere strategie doen. Ik ga ergens anders vissen. Ik gooi de mountainbikes eruit. Dat is wel relaxter dat we die mee hebben. En dan gaan we even een rondje fietsen kijken. En dan varen we met de boot naar de stek toe, jongens. En dan snel ik die hengeltjes in en dan zie ik jullie wel weer. Morgen, jongens. Ik had eigenlijk gisteravond nog een stukje willen filmen. Maar jullie kennen me wel, voordat mijn hengels in laag gegeten had, noem maar op. Was het mega laat, stikke donker. En toen reed de auto aan de overkant, dus ik wilde geen licht aan gaan doen om te filmen, want ik wist niet of het controleur was of iets. Maar goed, het blijkt dus een visser te zijn. Die is tegenover me gaan zitten. Op de andere kant van het water zitten 3 vissers. Het is dus een beetje balen, want ik had zoiets van, ik wil hier eerst 3 nachten gaan vissen voordat we verder rijden naar het zuiden. Ik ga kans maken op de vis die ik graag wil vangen, maar het staat me een beetje tegen, dus ik denk dat we gewoon maar doorgaan. Zo, alles zit er weer in. Een hoop moeite voor 1 nachtje vissen, maar goed, als het niet goed voelt moet je gewoon lekker gaan. Daarna nog even de haar aan het fixen. En dan gaan we lekker naar het zuiden alvast, jongens. We gaan nog niet naar de eindbestemming, want we hebben nog 2 nachtjes voordat we ons huis in kunnen. Ja, je hoort het goed, een huis, maar dat vertel ik jullie later. Dus we gaan naar een water toe waar ik van de zomer al een keer met Piel op gevist. En daar zouden we op zich wel een visje met kunnen vangen in 2 nachten. Dus gas erop. Zo, we zijn er, jongens. Inmiddels 1300 kilometer gereden. En we zijn op het water waar ik met Michiel van het voorjaar was. Hadden we goed gevangen. Maar het ziet er compleet anders uit nu. Mega lage waterstand. De oever is nu meters ver, terwijl eerst het water gewoon tot de muur kwam. Maar ik wil wel hier beneden gaan uitpakken. Eerst even een hapje eten. Helemaal niks geluncht vandaag, alleen een ontbijtje. Het is inmiddels 3 uur. Dan gaan we rustig spulletjes klaarmaken, hengeltje liggen en dan vissen we hier gewoon lekker 2 nachtjes. En dan gaan we naar de eindbestemming. Alle spulletjes zijn beneden. Ik heb dus 2 nachten de tijd hier. Morgen de hele dag en zondagochtend vroeg gaan we naar het huis toe wat we gehuurd hebben. Wat ik ga doen, ik wil 2 hengels op een goede voerplek vissen met tijgernoot. En dat is de vorige keer, dus ik ga zo meteen markt knillen. Ga ik heel verspreid een kilo of 3-4 tijgers voeren. Daar met 2 tijgernootjes op vissen met 2 hengels. Andere hengels ga ik denk single hookbait met een bolie vissen. Vorige keer werkte dat. Wat ik zei, de omstandigheden zijn wel anders. Luchtdruk hoog, weinig wind.
Het gaat wel iets veranderen. Zaterdag op zondag zou sowieso beter moeten zijn. Dus laten we in ieder geval hopen dat we 1 of 2 visjes kunnen vangen. Nu maar zo snel klaarmaken. Het is warm, 25 graden. Snel even alles in. Zo, alle hengeltjes liggen in. 4 stuks. 3 met tijgers. Eentje met een bolie. 2 single hoekbeetjes erbij. De wind staat op zich lekker eroverheen, dus op zich zou er een visje uit moeten kunnen komen. Maar ja, je weet het natuurlijk nooit. Nu even een hapje eten. En lekker op tijd naar bedje, jongens. En toch word je moe van al dat rijden. Yo, goedemorgen jongens. Ik heb goed nieuws. Ben van de nul af. Vannacht om 12:30 ging hij er vandoor. Tijdens het oppakken voelde ik al dat hij niet heel groot zou zijn. En ik had gelijk. Het was een klein schuppie. In het water onthaakt en direct weer teruggezet. Hengeltje weer goed neergelegd. Ik heb net nog even mijn rechthengel van dit setje anders neergelegd. Daar had ik geen vertrouwen in. Ik heb hem iets verder uitgevaren en wat meer bijgevoerd. Dus die ligt ook top. Dus gaan we zien wat de dag brengt. Helaas is het nog rustig. Ik had net een of andere soort vorm eraan. Toen heb ik gelijk het linker setje opnieuw uitgevaren. Ik heb 1 hengel met een bolie echt wat verder op het midden gelegd. Met ook aardig wat bollen eromheen voor de dikke vis. Linker hengel met tijgenootjes gevist. Ook ietsje verder gevaren als waar ik tot nu toe gevoerd en gevist had. Dus die liggen ook weer perfect. Dus ik lig nu in ieder geval goed te vissen. Het enige is dat het weer gewoon niet mee zit om overdag wat te vangen, denk ik. Je wil eigenlijk gewoon een keiharde wind over het water hebben. Wat voor zuurstof zorgt. Het is nu warm, het wordt morgen zelfs 27 graden. Dus we moeten niet te veel van verwachten. Hopen dat hij vannacht gewoon 1 keer afloopt en dat het een goede vis is. Aan de overkant zitten wat Nederlanders, die zijn al 3 dagen aan het vissen. Hebben een serie mooie vissen gevangen, dus dat is mooi voor ze. En hoop ik dat er nog eentje overblijft voor mij. Ondertussen gewoon even wat werk doen. Even KWO najaarsboxje. Laatste dingetjes regelen voor de lancering. Dus ik verveel me niet hoor. Nou, de dag is aardig actieloos voorbij gelopen. Lekker in de zon gezeten, boekje gelezen, laptopje wat werk verricht. Daarna is lekker wezen fietsen in de omgeving. Dus het moet vannacht maar gaan gebeuren. Nu even happy eten lekker. En dan stretchen in en dan hopelijk vannacht aan de pak, jongens. Wel een mooi visje kunnen vangen. Dinner's ready. Wat heb je gemaakt? Rijst, quinoa, broccolietje. Rijst, quinoa, broccoli, vind ik gezond. Paprika en een lekker currysaus. Kan je daar niet een keer kookcursus geven? Goedemorgen. Niks gevangen helaas, geen stootje. Wel pipies, heel veel, maar geen vis. Dus het is 7:30. Ik ga eens beginnen met mijn spulletjes een beetje rustig op te ruimen. Doe even een ontbijtje naar binnen. En dan gaan we richting de eindbestemming. En zo zie je bodem steeds eruit als je ze binnenhaalt. Deze heeft 2 dagen ingelegen. Er is eigenlijk niks meer van over. Als ik dat had geweten, had ik hem wel opnieuw gedaan. Deze hebben we sinds gisteren uitgevaren. Zo, het zit er weer in. Het was even een bevalling. Het leuke is, ik ben alleen mijn portemonnee en mijn telefoon kwijt. Dus die zit waarschijnlijk hier ergens in. We gaan het niet weer eruit halen. Maar goed, dan gaan we om de rood. Op naar het volgende water. We zijn er bijna, een bekend weggetje. Ik reed vorige keer mijn bumper eraf. Ja jongens, achter mij ligt misschien wel mijn meest favoriete water ooit. Het is zo prachtig hier. Super mooi water. Er zit niet per se hele grote vis, maar de omgeving is gewoon fantastisch. En de vissen zijn fantastisch. En we gaan nu hier voeren. Want de komende weken ga ik hier wel een paar keer vissen. En we reden nu ongeveer langs, dus er kan best wat voer erin. Denk een kilo of 10. En dan misschien over een dag of 2 weer terug nog een keer voeren. En dan ergens richting het weekend wellicht een keertje vissen. Ik heb er zin in. Als het wel waard is, dan is de investering in het pompje. Tenminste. Volgens mij is die van jou, Michiel. Of hebben we op de zaak gekocht? Ik weet het niet. Ideaal. We zijn even over het water aan het varen. Ik wil eigenlijk verschillende plekjes op het water aanvoeren, voor en achter.
Maar op één stek voer ik heel veel bolies. Een kilo of 8 langs een rietkop. En achterin voer ik wat tijgernootjes. En wat ik zei, over een dag of twee dan misschien nog een keertje om wat te voeren. En dan te gaan vissen. Er zit best wel wat vis, best wel wat kreeftjes. Dus je moet best wel wat voeren als je het wil dat het 2 dagen er ligt. Maar het is wel weer goed om terug te zijn. Oké, jongens, voer ligt erin. Boot op het dak. Op naar de laatste halte van deze roadtrip. Oké, we zijn dus aangekomen bij het huis. Via Army heb je geregeld. De Franse eigenaar is er nog niet. Uiteraard te laat. Zo gaat het in deze landen. Maar we maken ons niet druk. Hek is nog op slot. En het is een huisje hoor, jongens. En het goede nieuws is, de komende 4 weken verblijven we hier. Zwembadje erbij. Zo jongens, alle spulletjes veilig achter slot en grendel. Hier staat het autootje, achter het hek. En hier is het huisje, het is fantastisch jongens. Het is prachtig. Hierboven allerlei slaapkamertjes. Zijn we met z'n tweetjes, maar we krijgen wat bezoek. Moeder is wel druk, even langskamer. En hier beneden jongens, de crib. Hop, woonkamertje. Lekker ruim, lekker kleurrijk. Mooie dingen aan de muur. Lekker hol en zo. Keukentje, tafel ga ik nog erbij te brengen. En ja jongens, dit wil je. Swimmingpool met een uitzichtje. Dit wordt geen straf jongens de komende weken. Fantastisch. Zo, slik even vliegen, dat is nog in mijn keel. Maar ik heb een beter idee voordat ik de auto uit ga ruimen, want ik zweet me nu al rot. Eerst even wat anders doen. Ah, dat valt er mee. Ja, dat is goed. Ah, lekker jongens, even afkoelen. Spulletjes zijn zo goed als uitgezocht. De bus is lekker leeg. En nog maar een compact setje erin, precies genoeg voor dagvis. Ik heb een kamertje in huis gevonden waar ik alle overige shit lekker kan neerzetten. Dus ik heb er geen last van. Ik heb 2 zakjes met voer gemaakt, allebei 2 kilo. En die ga ik nu snel voeren op 2 stekken die ik al ken. Waar we in augustus gevist hebben, ik weet het bodemverloop ongeveer daar. En je kan er vrij makkelijk op de voet heen, dus dat is ideaal. Vanavond lekker rustig gaan doen. Morgenochtend boodschapjes doen. En dan morgenavond denk ik de eerste sessie doen. Maar morgenmiddag eerst investeren in het water een beetje leren kennen. Rondom gaan, even de boter opgooien. Kijken of we mooie steks kunnen vinden. Oké jongens, het voer ligt erin op de eerste plek. Het is niet exact waar ik wilde voeren. Omdat er gasten verderop zaten die redelijk dicht bij die andere stek zaten. Dus ik ben een hoekje omgelopen, op een kopje gevoerd. Ik weet niet precies hoe diep ik heb gevoerd. Ik heb daarom maar vrij verspreid gevoerd. We gaan nu snel naar de andere stek, want die is helemaal aan de andere kant van het water. Oké, 2 stek die ik ga aanvoeren is beneden aan het pad. Het is helemaal aan het einde van een arm. Ik ben benieuwd of hier nog een beetje water staat, want het was sowieso mega ondiep hier. Maar er loopt wel een soort van rivierbedding. En daar hebben we ook in voeren. Daar stond wel 1 meter of 11 water, dus daar zal nu ook nog wel genoeg water in staan. Hopen dat er niemand zit. Ja, deze stonden de vorige keer gewoon onder water. Kijk joh, bizar. Oké, iets verder gelopen. We staan nu ook weer op een kopje. Ik denk dat ik hier verspreid wat erin stik. Misschien iets minder, een kilootje. Ik weet ook de dieptes hier niet. Echt geen idee of het stijl is of dat het niet stijl is. Dus ik voer gewoon verspreid weer. Ligt in ieder geval vast wel een paar bootjes op een goede diepte. En dan morgen gaan we met de boot erop en dan gaan we de stekjes even goed uitpluizen. De babykamer. Maar het is nu een vishok. Akkertjes op de lader. Bonetjes. Stinken lekker. Morgen hebben we wel een zakken doen. Nou, alles wat ik nodig heb. Morgen jongens. Het is 7:15. Het is nog donker. Ik weet niet of jullie mij zien. Zo iets beter wellicht. We gaan even snel voeren. Weer op deze plekjes waar we gisteren ook gevoerd hebben. Allebei een kilootje erop. En dan weer lekker naar het huisje. Boodschapjes doen. Beetje wakker worden. Oké jongens, het voer ligt hiervoor weer in. Op de andere stek heb ik inmiddels ook gevoerd bij de brug. Het was al donker, dus daarom heb ik daar even niet gefilmd. En ik dacht, dit is eigenlijk wel een mooi momentje om jullie te vertellen over deze trip en wat het idee exact is. Ik ben dus in augustus met Piel, we hebben een soort roadtrip gemaakt, ook in deze omgeving. En hebben we ook op Cachen gevist. We hebben 3 dagen hier gevist en geen piep gehad. Niks gevangen, niks gezien. En dan gaat er bij mij een vuurtje branden. Ik denk van,
Dat kan niet, jongens. Ik moet hier een keer terugkomen om vis te vangen. Maar Kashen is een supergroot, grillig en moeilijk water. Je hebt drie armen, de westarm, noordarm, zuidarm. Het is honderden hectares groot. En in deze armen heb je ook wellicht weer honderden, zo niet duizenden stekken. Mega grillige bodemverloop zorgt ervoor dat je overal plateaus, taluds, uitlopers, noem maar op hebt. Allemaal potentiële stekken waar je vis moet kunnen vangen. Maar de vissen die trekken van hot naar her en zie ze dan maar eens te onderscheppen. En zeker in 3 dagen tijd is dat gewoon, dan moet je echt met je neus in de boter vallen en een hoop geluk hebben. Nou hebben we dat wel vaak, maar deze keer helaas niet. Dus ik had zoiets van, oké, ik wil terug naar Kashen, want ik wil hier gewoon vis vangen. Dat is het eerste. Maar hoe vet zou het zijn om hier een 40er ooit een keer te vangen? Dat is ook eigenlijk een beetje het doel wat ik nu voor ogen heb. Alhoewel ik eerst maar eens moet zien dat ik überhaupt vis ga vangen. Maar goed, ik dacht, ik heb dus meer de tijd nodig. Dus ik ben gaan kijken, oké, wat zijn de mogelijkheden? Ik moet thuis natuurlijk eerst zien te verkopen dat ik weer lang weg wil. En daarnaast moet het ook met werk, et cetera, kunnen. Ik ben hier nu en ik heb maar liefst 4 weken de tijd om op dit water te vissen. En dan denk je wellicht, what the fuck, hoe kan je nou 4 weken gaan vissen? Daar wil ik jullie ook een klein beetje achtergrondinformatie over geven. Ten eerste moet je thuis kunnen verkopen dat je zo lang weggaat. Nou, in dit geval heb ik gezegd van, joh Daan, lijkt je het niet leuk om met me mee te gaan? En dan gaan we 4 weken naar Zuid-Frankrijk. Zuid-Frankrijk klinkt natuurlijk altijd goed. Ik zeg, dan kijken we voor een huis vlakbij het water wat we gewoon kunnen huren voor een maand. Zodat ik elke dag makkelijk naar het water kan, lekker mijn ding kan doen, kan filmen, kan vissen, noem maar op. Kunnen we samen wat leuke dingen in de omgeving nog ondernemen en verder kun je jezelf gewoon goed vermaken. Ik heb gelukkig een vriendin die zichzelf goed kan vermaken. Lekker hè. En daarnaast is het ook zo, we zijn al 12 jaar samen, allebei 30. Maar we zijn nog helemaal niet gesetteld of daar echt mee bezig. Kinderen moeten we nog niet aan denken, huis hebben we nog niet gekocht. Dus ja, vaste lasten, noem maar op, daar hebben we allemaal niet zo heel veel last van. En dat is ook gewoon een bewuste keuze, zodat we dit soort dingen juist kunnen doen. Want dit maakt voor ons het leven juist mooi. Qua werk is het vissen en filmen ondertussen een groot onderdeel geworden van mijn dagelijkse werk. Ik moet dus zoveel mogelijk vette video's natuurlijk op KWO krijgen. Het overige werk wat ik doe, wat ook nog een berg is achter de schermen, kan ik in principe overal vandaan doen op mijn laptop. Dus ik ben mega flexibel waar vandaan ik zou werken. Of ik nou hier mijn laptop openklap, of dat ik het thuis doe, nou dan doe ik het liever hier. Dus wat dat betreft kan ik ook alles gewoon goed bijhouden en kan ik in het huis elke dag een paar uurtjes werken om alles weg te werken, zodat alles gewoon goed blijft lopen. Ik heb al een beetje idee hoe ik dit water wil aan gaan pakken. Je zal waarschijnlijk in de praktijk zien dat het compleet anders gaat lopen. Maar mijn eerste idee was om kleine stekjes te vinden. Stekjes waar mensen niet wel snel willen zitten. Wat lastig te bereiken is met steile oevers waar je niet comfortabel zit. En daar regelmatig dan gaan voeren. En met regelmatig voeren bedoel ik 2 keer per dag. 'S Ochtends en 's avonds een beetje bolies. Niet veel, gewoon een kilootje of in sommige gevallen zelfs nog minder. Maar dat er regelmatig voer ligt. En dan hopen dat de vissen het ontdekken en een beetje rond blijven hangen. Ik heb verder ook wel het idee om misschien een aantal keer een echt grote voerstek te maken. Bijvoorbeeld 15 kilo in 1 keer te voeren met pallets, tijgernoten, noem maar op. En dan 2 dagen later daar te gaan kijken. Maar goed, dat is even zien wat het gevoel zegt. Het is nu sowieso niet los. Ik weet dat Steve Briggs vorige week is geweest met Ollie Davis om te gaan filmen. Maar ze hebben niks kunnen vangen hier in een week tijd. Dus zo zie je maar dat Kashen ook keihard kan zijn. Ook voor de mensen die al jaren hier komen en de stekken weten, noem maar op. Daarna wil ik ook in de omgeving hier wel verder gaan vissen. Ik heb het Pilaar de omgeving al redelijk verkend. Er liggen een aantal mooie meren hier rondomheen. Waar ik ook zeker mijn lijntje nat wil maken. Ook om gewoon even ergens anders heen te gaan en wellicht wat makkelijker een visje te kunnen vangen. Ik kan me voorstellen als ik over 2 weken nog helemaal niks heb gevangen op Kashen. Dat je voor je motivatie ook wel even lekker is om ergens anders dan een visje te vangen. Maar goed, we gaan sowieso ons best doen. We gaan tot de max. Ik heb er super veel zin in. Ik vind het nu al heerlijk dat ik gewoon in mijn auto stap vanaf het huis. En dat ik in 3 of 4 minuten hier aan het water sta. Biedt super veel mogelijkheden, denk ik. Het plan voor vandaag is, ik ga nu zo meteen naar huis. Even laatst spulletje in de auto gooien. Dan gaan we even naar het dorpje, naar de supermarkt. Even goed inslaan. Dan heb ik het idee om de boot erop te gooien. Dan wil ik in de westarm wat stekken gaan verkennen. En dan varen we langzaam naar de brug toe. Naar de stek waar ik net gevoerd heb. Om daar de laatste uurtjes van de dag te gaan vissen. Jongens, ik heb er mega veel zin in. Ik hoop dat jullie mijn video's gaan volgen de komende weken. En tot snel. Zo, boodschappen zijn gedaan. Kunnen de komende dagen even flink vooruit. Spulletjes liggen in de auto. Bootje erin. Het haakmatje waar ik nog shit in kan meeslepen als het nodig is. Even snel een broodje naar binnen proppen en dan gaan we lekker naar het water. Heerlijk. We varen nu in de westarm. Op zich wel een mooi plekje gevonden. Vrij breed stuk. Het is hier maximaal 8 meter diepte, maar dat is op zich wel een mooie diepte. Als ik verder doorvaar, wordt het een stuk ondieper. Maar ik heb hier wel een mooie trap in talud zitten. Op 1 meter of 6, dus ik denk dat ik die stevig ga aanvoeren.
En daar dan over 2 dagen gaan vissen. Even een beetje rondjes varen. Kijken wat er allemaal is. Maar precies ziet dit er wel prima uit. Oké, jongens, het voer ligt erin. Emmertje is leeg. Denk een kilootje of 8 gevoerd. Op zich wel een prima stekje. Mooi taluutje, niet te stel. Even kijken of ik daar morgen weer ga voeren of dat ik al ga vissen. Maar dat zien we wel even wat het gevoel doet. We gaan nu terug naar de plek waar we de boter in gegooid hebben. Gaan we het spulletje inladen en dan varen we naar de stek waar ik vanochtend gevoerd heb. En dan gaan we lekker beginnen met vissen. Ik heb er zin in. Oké, Daan gaat even de auto wegzetten. Ik heb spullen in de boot gegooid. En dan gaan we die kant op varen naar het centrale gedeelte. En daar gaan we een paar uurtjes vissen. Zo, even stek aangekomen. Even de hengeltjes snel klaarmaken. Daar is de brug. Er zit iemand onder de brug. Helaas. Dus ik denk dat ik gewoon 3 hengeltjes hiervoor vis. Dan hebben we ruimte zat. Niet te veel lijn over de stek. Zo, ik heb 3 hengeltjes uitgevaren. Eentje naar rechts toe. Daar klapt hij mooi naar beneden. Vanaf 1 meter of 8 naar 1 meter of 15 ligt hij op taluut. Op 1 meter of 11 à 12. Deze hengeltjes liggen hiervoor. Eentje op 10 meter, de andere op 8 meter. Hier lijkt ook een mooi taluut voor de kant te liggen. Want ik had die natuurlijk gevoerd en ik wist niet exact hoe of wat. Maar op zich wel prima stekken. Misschien zag je al toen ik mijn hengel had in mijn hand had in de boot, weet ik niet. Maar ik vis hier met een boeiensysteem. Het houdt zeg maar in dat ik met een drijver op mijn lijn vis. Om te zorgen dat mijn lijn niet helemaal over de bodem gaat lopen. Zoals je al hebt kunnen zien, zijn de kanten hier mega stijl, vol met rotsen, obstakels erop. Je wil niet dat je lijn daarin gaat liggen. Dus je wil dat je lijn bovendoor loopt door een drijver. Wat ik eigenlijk doe, ik heb een leader van ongeveer 1,5 meter lang. Daaraan hang ik gewoon een wartelloodmontage met mijn onderlijn eraan. Ik vis 220 gram. Bovenop mijn leader heb ik een schuifloodje geplaatst. Deze is ongeveer 20 gram, 15 of 20 gram. En vervolgens zit daarboven zit de drijver. In dit geval een snoekdobber, 30 grams. En daarboven zit een klein stoppertje waarmee ik het precies op de diepte kan afstellen waarop ik vis. Het houdt dus in dat ik het precies afstel op de diepte waar mijn lood ligt. Dus als het 8 meter is, zet ik de stopper op 8 meter. Als ik op 10 meter vis, zet ik de stopper op 10 meter. Op die manier komt de drijver tot aan de oppervlakte. Kan ik rustig terugvaren, kan ik eventueel nog bijvoeren, zie ik exact waar ze liggen. En vervolgens ga ik mijn lijn strak draaien. Draaien, draaien, draaien. Wat er dan gebeurt, is dat de drijver naar je toe komt, naar je toe komt, naar je toe komt. Totdat hij echt mega veel op spanning staat. Waardoor hij waarschijnlijk nog zo'n stukje boven de bodem doorloopt. Waardoor wel die laatste meter netjes over de grond loopt. Zodat je niet de karpers zal verstoren met een strakke lijn die recht op je lood loopt. Maar goed, dit is natuurlijk de theorie. We moeten kijken in de praktijk of het nog gaat werken. De snoekdobbers zijn nu ook nog een beetje fel van kleur. Ik moet die nog even gaan camoufleren met een stift. Die had ik nu niet bij de hand. Op zich goed gevoel erbij. Nu even een hapje eten. Ik heb trek. En laat ze dan maar komen. Karpvis bij de brug is weg. Dus dat is ook mooi. Achter mij is het spitsuur op de brug. Iedereen komt weer terug van werk. Het is, hoe laat is het? 7:10. Dus dat betekent dat het laatste uurtje ongeveer ingaat. Langzaamaan alvast een beetje opruimen. Ik ga nog snel een paar onderlijntjes knopen. Tot nu toe geen piep gehad nog. Maar goed, het kan altijd nog gebeuren. Waarschijnlijk net in de 10 minuten dat je niet meer mag vissen. Maar goed, geen man overboord. Ik maak me niet druk. Morgen weer een dag. Inmiddels weer in de crib. Niks gevangen. Maar goed, de verwachting was niet hoog. Want die prachtig geweest als die afgelopen had. Maar helaas, niks aan te doen. We zijn er net. We hebben nog even. Tijgers staan weer op het vuur. Voor de smikkelmix in mijn mooie pan van 18 eurotjes op de Haagse Markt. Bedankt voor de tip, Henk Verhoeven. Door Henk Corleone van Facebook. Morgenochtend vroeg weer voeren. Dan met de boot het water op, denk naar de Zuidarm om die te verkennen. Dan naar het andere water waar we een keer gevoerd hebben om daar flink wat te voeren. Gaan we denk ik over een dag of 2 heen. En dan 's middags weer uitpakken op Cachen ergens. Waar weet ik nog niet, gaan we een dagje over slapen. Trust jongens. Gaat hij weer. Ben ik kapot. Oh. En hij kwam vanochtend vroeg weer langs. Hij is super wild, dus ik laat hem zo gelijk weer gaan. Ja, dat was natuurlijk heerlijk. Ook lekker samen met mijn meisje Danielle op pad. We gaan nu als de brandweer door naar Cachen. Dat wordt natuurlijk even aanbikkelen, maar ik had wel vrij snel succes. Maar wil je dat exact allemaal zien, wat er daar gebeurt? Meld je dan even aan. Tot snel op de KBO Community, jongens.